Huisartsen merken een toestroom aan patiënten met mentale of fysieke klachten vanwege geldstress. Niet geheel onlogisch met de huidige inflatie. En dus vragen we de Rotterdammer, hoe ga jij om met geldstress? Nou ja, ik ben nu nog student, dus op zich heb ik daar nu nog niet zo heel veel last van, omdat ik gewoon nog thuis woon. En kan ik gewoon lekker doen wat ik wil. Ik ervaar niet heel erg geldstress eigenlijk. Maar ik merk wel dat alles duurder wordt en dat ook ik daar rekening mee moet houden. Ja, het geeft zeker wel stress. Het is zeker gewoon de vaste lasten, die zijn gewoon heel erg hoog. En je wil ook wel fijne en leuke dingen blijven doen en nieuwe dingen voor jezelf kopen. Maar het gaat niet meer. Je moet echt meer keuzes maken. Stel je zou heel veel geldstress ervaren, zou je dan snel naar een huisarts toestappen? Dat denk ik wel. Ik denk sowieso dat het voor de studenten wel mentale problemen kan opleveren. Ook als ik kijk naar mijn medestudenten die dan op zichzelf wonen en echt gewoon iedere maand moeten kijken van oké, wat heb ik nog te besteden en wat niet. Zou ik het zelf doen? Weet ik niet. Misschien zou ik iets meer in de financiële hoek gaan zoeken in plaats van de huisarts om me verder te helpen. En je was net hier al lekker op een bankje aan het chillen. Dat is een mooie gratis activiteit. Heb je nog meer? Wat is jouw de tip voor een gratis activiteit in Rotterdam? Ja, ik zou zeggen ga lekker in de buurt van de Maas zitten. Neem wat te drinken mee en ja, dan zit je gewoon heel erg goed. Kost helemaal niks. Zwemmen, lopen, fietsen. Vooral nou leuke weer en de temperatuur helpt om andere activiteiten te zoeken. Misschien sporten. Ja, Rotterdam staat natuurlijk bekend om zijn Rotterdampas. Dat sowieso. Dus ik heb er zelf geen ervaring mee, maar mensen die ik omheen ken wel. Dus dan kun je gratis naar het zwembad of je kan goedkoop naar de dierentuin of dat soort zaken. Ga lekker naar de markt op dinsdag en zaterdag. Super gezellig. Heb je ook weer een beetje je sociale en positieve echte Rotterdamse vibe.